Ik ben Marit Krom, ik ben hier met Danique Breedveld en ik ga haar vandaag interviewen over haar passie. Danique, zou je misschien wat over jezelf kunnen vertellen? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Danique Breedveld, ik ben 28 jaar, ik woon in Oostvoorne. En in mijn vrije tijd doe ik ballet. En ik hou heel erg van voetbal, maar helaas doe ik dat niet meer. Ik hou wel erg veel van sporten. Ja? En ik ben echt heel erg veel bezig met mijn gezondheid. Okay. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Doe je dat gewoon voor je hobby of ben je daar ook in je werk mee bezig? Ja, gezondheid was eigenlijk voor mij altijd al wel heel belangrijk. Vroeger was ik topsportster. Dus vandaar, echt van jongs af aan was ik er altijd al wel mee bezig. Gezond eten, beetje goed slapen, goed op mijn lichaam letten. Ja. En eigenlijk heb ik daar de afgelopen jaar dus ook mijn werk van gemaakt. Okay. Ja, dus dat was altijd wel mijn passie. Ja. Tot ik eigenlijk 1,5 jaar geleden ongeveer een burn-out kreeg. Oh, dat is wel lastig als je daarmee verder wil gaan dan. Nou, dat was heel erg, want ik kon toen eigenlijk niks meer. En ook het sporten wat ik echt zo altijd heel erg graag deed, dat lukte niet meer. Omdat ik heel erg pijn had in mijn armen, mijn handen, mijn onderrug. Oh, ik wist niet dat dat allemaal ook kon komen bij een burn-out. Ja, nou ja, je hebt eigenlijk twee verschillende soorten vormen van een burn-out, weet ik inmiddels. Wegens mijn werk. Dat is een mentale burn-out. Dus dat houdt echt in dat je je bed niet meer uit wil, dat je nergens meer zin in hebt. Mm-hmm. Maar je kan dus ook een fysieke burn-out krijgen. En dat is wat jij had. Ja, dat is dus echt dat je lichamelijk niks meer kan, zeg maar. Oké. Okay. En nu, hoe ben je daar dan... Nou ja, je hebt last van je armen, je hebt last van je benen. Maar nu zit jij hier en heb ik het gevoel dat je geen pijn hebt. Ja, hoe klopt. Ben je daar uitgekomen? Ja, nou eigenlijk, het was toen best wel zwaar. Wat ik ook eigenlijk over dat sporten, zeg maar, ik kon toen helemaal niks meer. Dus echt de dingen waar ik super blij van werd, kon ik allemaal niet meer doen. Ik kon nog niet eens meer een vork vasthouden, zeg maar. Zo erg was het. Ja. En ik ben toen eigenlijk op onderzoek uitgegaan. Van wat is er aan de hand? Weet je, waar kan de oorzaak liggen? In eerste instantie denk je namelijk dat er iets mis is met je lijf. Ja. Dus ja, ik ben naar de huisarts gegaan. Ik ben naar het ziekenhuis geweest. Ik heb allemaal onderzoeken gehad. Vanuit de neuroloog bijvoorbeeld. Ja. Reumatoloog. Oh. Echt alles. Omdat ik gewoon niet achterkwam wat het nou was. Mm-hmm. En op een gegeven moment stuurden ze me eigenlijk elke keer weg met de boodschap van... Ja, we kunnen niks vinden. Je moet er maar mee leren leven, want er is niks aan de hand. En ik dacht, ja, maar dat kan niet. Er moet iets zijn, want hoe kan ik anders... hier last van hebben, weet je. Er moet een oorzaak zijn. Ja. Nou ja. Dus eigenlijk ben ik toen zo'n beetje op onderzoek uitgegaan. Mm-hmm. En toen kwam ik terecht bij een ortomoleculair therapeute. Oh, kan je mij misschien uitleggen wat dat inhoudt? Ja, wat die persoon dan doet? Nou, eigenlijk, ortomoleculair staat voor de juiste moleculen samenstellen. Ja. Dus dat is eigenlijk iets van scheikundig-achtig. Mm-hmm. Moleculen zitten natuurlijk allemaal in ons lichaam. Ja. En wat je eigenlijk wil, is die moleculen op de juiste manier voeden, waardoor ze zo goed mogelijk kunnen functioneren. Okay. Nou, een ortomoleculair therapeut die gaat dus eigenlijk op zoek naar de oorzaak van jouw klachten. Ja. Nou, in mijn geval was dat natuurlijk op die manier. Ik had ook bijvoorbeeld last van maagzuur, weet je, zulke soort, echt allemaal rare dingen. Mm-hmm. En die gaat dus eigenlijk op basis van een bloedonderzoek kijken naar de waardes in jouw lichaam. Mm-hmm. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan vitamines, mineralen, darmbalans, hormoonhuishouding, voedselintoleranties. Is echt heel breed, een heel breed onderzoek. Ja. En dat heb ik toen laten doen. En daar kwam eigenlijk toen bij mij uit dat ik wel een beetje uit balans was. Dat niet helemaal klopte. En toen dacht ik, dat is wel heel interessant. Want eigenlijk waar de huisarts en waar de reguliere zorg mij niet kon helpen, kon zij mij wel inzicht geven in waar nou de disbalansen zaten in mijn lichaam. Mm-hmm. Nou, toen ben ik daar gehoor aan gaan geven. Okay, dus ik heb echt... mijn volledige voedingspatroon veranderd. Mm-hmm. Het bleek dat ik intolerant was van gluten en tarwe en lactose. Dus ja, dat zit eigenlijk bijna overal in, zou je dan denken. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon stapje voor stapje eruit halen. Mm-hmm. Uit mijn voedingspatroon halen. En ik ga kijken wat ik nog meer kan doen. Mm-hmm. Nou, zij had toen de tijd ook supplementen aan mij geadviseerd. Okay. Dus ook die supplementen ben ik gaan nemen. Ja. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld omega-3-olie, vitamine D, multivitamine. Ja. Zulke soort supplementen. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, weet je, dit werkt al wel voor mij, maar ik was er nog niet helemaal. Okay. En toen ben ik eigenlijk heel erg gaan werken aan mijn mindset. Ja. Want waar ik in de loop der tijd wel een klein beetje achterkwam, is dat de reden dat ik me zo voelde waarschijnlijk stress gerelateerd was. Ah. Dus en niet alleen de balans van binnen, maar ook de stress in je hoofd en in je lichaam misschien veranderen. Nou, inderdaad, want
ja, weet je, heel veel mensen die gaan naar de huisarts en die zegt dan, ja, misschien moet je wat rustiger aandoen, weet je, je hebt misschien te veel stress. Dat werd tegen mij ook wel gezegd. Je hebt hyperventilatie. Ja, oké. En nu? En dan? En nu? Fijn dat ik dat nu weet. Maar er wordt nooit echt gekeken naar waar komt het nou vandaan? Mm-hmm. Of wat is nou de oplossing? Wat kan je eraan doen? Ja. Dus ik ben dat toen allemaal voor mezelf gaan uitzoeken. Ja. En ja, ook gaan kijken van, oké, waar komt dan die stress vandaan? Moet ik misschien dingen vanuit mijn leven gaan veranderen? Mm-hmm. Nou, toen kwam ik eigenlijk al vrij snel achter dat hetgene wat ik toen deed qua werk. Ja. Ik was voorheen veiligheidskundige. Oh, iets heel anders, heel iets anders dan wat je nu doet. Ja, dus toen deed ik echt... Ik liep toen buiten in mijn overal met een helm op. Ja. En ik schreef beleid voor grotere bedrijven. Ja. Weet je, dan moet je denken aan bijvoorbeeld KLM, DAF. Weet je, echt wel hele grote bedrijven waar ik dat voor deed. En, maar ja, dat paste dus blijkbaar... Niet helemaal. Niet helemaal bij mij. Oké. Okay. En toen dacht ik, weet je... Ik voel me nu weer een stuk beter. Mm-hmm. Blijkbaar geven bepaalde dingen mijn omgeving mij heel veel stress. Ja. Dus ik ga kijken hoe ik die kan veranderen. En ik vond het eigenlijk zo bijzonder wat dat bloedonderzoek toen de tijd voor mij heeft betekend. Ja. En dat ortomoleculaire therapie, zeg maar. Mm-hmm. Toen dacht ik, weet je, ik wil dit ook gaan doen voor mensen. Eigenlijk vanuit je benarde situatie van jezelf. Ja. Heb je iets gezien waarvan je denkt, oh, dit heeft mij zo erg geholpen. Ik wil andere mensen dat ook kunnen geven. Ja. Ja, want ik weet toen er tijd hoe slecht ik mezelf voelde. Mm-hmm. Hoeveel onbegrip er ook was vanuit de huisartsen onder andere. Maar ook vanuit mijn werk, vanuit de mensen om me heen, zeg maar, vanuit mijn omgeving. Ja. Ik wist toen ook niet van, oh, ik heb een burn-out. Nee. Je gaat je terugtrekken. Mm-hmm. En omdat je hebt in één keer geen zin meer in de leuke dingen die je voorheen wel zo leuk vond. Ja. En mensen om je heen, die begrijpen dat niet. Want de verjaardag bijvoorbeeld waar je voor uit wordt genodigd, daar heb je in één keer niet meer de kracht om daar bijvoorbeeld heen te gaan. Ja. En weet je, zulke soort dingen. De sport die je normaal zo leuk vond om te doen, mm-hmm. moet je in één keer zeggen, dat kan ik niet meer. Nou, ik weet hoe slecht ik mij toen de tijd voelde. Ja. Dus ik dacht toen, ja, weet je, op het moment dat mensen er dus niet uitkomen met die reguliere mm-hmm. zorg bijvoorbeeld, ja. dan zijn ze dus op zoek naar iets anders. Ja. En ik wil nu eigenlijk degene zijn die hun dat iets anders kan geven. Ja. Puur door mijn ervaring, mm-hmm. door alles wat ik nu inmiddels weet, dat ik ben me gaan omscholen tot ortomoleculair therapeut. Oh, dat ben je nu zelf ook. Ja, dus dat ben ik nu zelf ook. Ik mag nu ook zelf die bloedonderzoeken afnemen. Daar heb ik ook nog een opleiding voor gedaan. Mm-hmm. En dat heb ik eigenlijk in combinatie gedaan met NLP. Ja. En NLP, dat staat eigenlijk, ja, dat is een heel moeilijk woord, voor neurolinguistisch programmeren. Oké. Okay. En daar heb ik toen de tijd heel veel aan gehad, omdat dat echt het stukje mindset is. Ja. Dus eigenlijk waar ik met het ortomoleculaire kijk van oké, waar zijn de disbalansen in je lichaam? Mm-hmm. Wat kan je doen met voeding, et cetera? Ja. Kijk ik met het stukje NLP mm-hmm. Meer naar van, ja, hoe kan je je mindset veranderen? Hoe kan je je brein op zo'n manier inrichten? Want ooit is dat ingericht, geprogrammeerd noemen ze dat dan. Ja. Op zo'n manier herprogrammeren eigenlijk. Oh, oké, ja. Dat is heel interessant. Waardoor het nu meer voor je gaat werken in plaats van tegen je, zeg maar. En ja, die dingen heb ik toen met elkaar gecombineerd eigenlijk, omdat mm-hmm. ze mij toen de tijd zo goed hebben geholpen. Ja. En hetgene wat ik eigenlijk een beetje miste toen ik bij de ortomoleculaire therapeut was geweest, was de begeleiding. Oké, ja, je moest toen voor jouw gevoel heel veel zelf doen dan, blijkbaar. Kijk, uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen, weet je, daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar een stukje begeleiding om net even te weten van oké, deze voeding moet ik eten, want daar voel ik me beter door. Mm-hmm. Deze supplementen kan ik nemen, want dan zit ik gewoon wat hoger in mijn energie. Ja. Nou ja, dat stukje heb ik toen een beetje gemist. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik ga zelf gewoon hetgene aanbieden wat ik toen de tijd miste. Ja. Dus ik heb het ortomoleculaire en het NLP-stukje voor het brein en het mm-hmm. Eigenlijk anders naar dingen leren kijken gecombineerd. Ja. Tot een soort lifestyle coaching. Wauw. Ja. Dus eigenlijk, dus vanuit je eigen ervaring heb je ervoor gezorgd dat jij nu op die manier ook andere mensen zou kunnen helpen. Ja. Wij zijn op dit moment in een hele mooie salon. Nou weet ik dat jij hier inderdaad op maandag altijd aanwezig bent om jouw klanten te helpen. Ja, kan je daar misschien wat over vertellen? Ja, zeker. Nou, wat ik dus doe is, op maandag hier doe ik bloedafnames mm-hmm. of coaching consults. Ja. Nou, bloedafnames is dan echt voor een ortomoleculair onderzoek. Dat bloed wordt naar het laboratorium verstuurd. Mm-hmm. Vanuit het laboratorium wordt dat allemaal bekeken en gescreend. En op basis van de uitslagen, die krijg ik dan weer teruggestuurd, maak ik een heel mooi gezondheidsplan. Okay, echt persoonlijk,
Met voeding, wat wel of niet gegeten kan worden. Met de juiste supplementen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ook een stukje leefstijl. Ja. En dan moet je eigenlijk denken aan slapen, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Ja, ja. Okay, ja. Stressreductie mm-hmm. bijvoorbeeld. Nou, dus dat is dan wat ik daarvan maak. Ja. En wat ik eigenlijk aan de andere kant doe, is echt online werken. Oh, ja. Oké. Okay. Dus je zou zeggen met dingen wat echt met je lichaam, dat lastig is online. Maar ja, sinds corona zijn heel veel dingen online. Dus hoe doe je dat dan precies? Nou, ik wil eigenlijk een zo groot mogelijk bereik hebben. Dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. In ieder geval in eerste instantie vanuit Nederland. Oké, ja. En omdat ze anders helemaal naar Oostvoorne moeten komen, mm-hmm. heb ik dus ook mijn diensten online aangeboden. Ah, ja. En dat doe ik dus eigenlijk gewoon via beeldbellen. Oké. Dan doen we online de intake. Vervolgens dan vul ik een formulier in en mm-hmm. dat doe ik in een pakketje. Ja. In dat pakketje doe ik ook alle spulletjes voor de bloedafname. Oké, ja. En dat stuur ik dan zeg maar via de post naar de persoon toe. Oké. En dan heb ik een mooi filmpje gemaakt, zit een hele mooie uitgebreide handleiding bij. Oh, heel fijn. Ja. Ja, dus die kan de persoon dan zelf thuis ook afnemen. Mm-hmm. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde, maar dan eigenlijk alles online. Dus dan doe ik de coaching consults online. Ja. En eigenlijk allemaal gewoon via beeldbellen. En ja, dat werkt echt super, zodat mensen niet te veel hierheen hoeven te rijden, zeg maar. Ja. Of ook dat het tijdbesparend is. Mm-hmm. Ik heb ook wel vaak mensen die best wel druk zijn of die ondernemen bijvoorbeeld. Ja. En ja, dat kost toch weer tijd om heen en weer te rijden natuurlijk. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk dat alles zo efficiënt mogelijk is, zeg maar. Yes. Je bent dan daarmee bezig, mm-hmm. maar volgens mij ben jij ook op social media en nog met allerlei andere dingen ook heel druk bezig. Ja, kan je daar misschien nog wat over vertellen, de nevenactiviteiten die je vooral doet en waarschijnlijk ook bij je passie horen? Ja, zeker. Ja, wat ik dus eigenlijk merk is dat op het moment dat ik heb gekozen voor mezelf, dus eigenlijk om echt weer naar mezelf te gaan luisteren, naar mijn lichaam te luisteren van, weet je, wat wil ik nou en wat vind ik nou leuk? Mm-hmm. Dat eigenlijk van daaruit mijn passie is ontstaan voor de gezondheid. Ja. Weet je, alles wat ik leer, leer ik eigenlijk voor mezelf om toe te passen. Ja. En uiteindelijk deel ik dat weer met anderen. En bijvoorbeeld social media is natuurlijk een heel mooi platform om mm-hmm. Mijn kennis te delen. En om ook anderen te inspireren. Ja. En dat is echt iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik krijg ook heel vaak berichtjes. En dat kan echt van over van alles gaan. Van, oh Danique, weet je nog een leuk boek die ik misschien kan lezen? Oh, wow. Echt zulke dingen. Of ik heb een beetje hier en hier last van. Bijvoorbeeld met sporten. Ik heb een mm-hmm. tennisarm, ik zeg maar even wat. Ja. Weet jij niet iets wat ik nog kan nemen? Of vriendinnen, weet je, in een omgeving die zich niet zo lekker voelen. Die vragen waar ze in moeten bakken bijvoorbeeld. Nou, ik adviseer dan vaak kokosvet. Want dat is weer minder slecht voor je. Ja. Ja, weet je, zulke soort dingen, daar word ik echt heel blij van. En op Instagram doe ik dat dus eigenlijk ook. Dus mijn passie delen, tips delen. En eigenlijk ben ik van daaruit, dus vanuit mijn nieuwsgierigheid en mijn spontaniteit, pas ook terechtgekomen bij een cameraman. Oh. En die nodigde mij toen uit voor een radioprogramma. Oh. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Let's Talk heette dat. Ja. Van Link TV. Ja. En dat vond ik echt een hele mooie ervaring, want daarin mm-hmm. mocht ik dus eigenlijk hetgene waar ik mijn passie voor heb, dus over gezondheid. We hebben toen gehad over liefde. Oh. En een keer over stress en burn-outs. Oké, ja. En eigenlijk dan wat het allemaal in je lichaam gebeurt op het moment dat je bijvoorbeeld verliefd wordt, mm-hmm. welke hormonen je aanmaakt, maar ook wat er gebeurt op het moment dat je stress hebt of een burn-out. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel interessant voor mij om dat mm-hmm. allemaal te mogen vertellen. Dat is wel heel vet, dat je dus inderdaad vanuit je social media nu ook bij een radioprogramma mogen praten. En we zijn natuurlijk nu hier een interview aan het doen. Precies. Dat is wel heel vet. Ja, dus zo zie je eigenlijk, ik heb afgelopen week ook nog een opname gehad voor SBS6. Oh, oké. Okay. Spannend. Dat was ook, ook heel leuk voor tv. Mm-hmm. En nu inderdaad weer dit interview. Ja. Dus zo zie je dat eigenlijk op het moment dat je gaat doen wat je leuk vindt. Mm-hmm. Weet je, waar je passie ligt, waar je van houdt. Ja. Ja, op een of andere manier mensen dat zien. Ja. En dan ook denken, oh, dat is wel interessant. Ik wil misschien wel wat meer weten wat daarachter zit. Wauw. Ja, dus zo is dit allemaal ontstaan. Eigenlijk mm-hmm. vanuit ooit een burn-out. En vanuit het volgen van mijn hart en mijn passie. Dat heb je dan wel heel erg mooi omgezet naar iets waar je nu heel blij van wordt. En waar je goed mee bezig kan zijn. Nou, zeker. Ik doe echt niks liever dan hiermee bezig zijn. Dan hier meer kennis en informatie over opdoen. Ja. En dat weer verspreiden met de rest van Nederland en de wereld uiteindelijk. om zo iedereen gezonder te maken. En ervoor te zorgen dat mensen
weten wat ze moeten doen op het moment dat ze niet lekker in hun vel zitten. Mm-hmm. Maar ook dat ze weten dat er altijd nog een mogelijkheid is. Ja, dat niet als je heel veel nee's hebt gekregen bij de dokter dat het dan klaar is. Ja. Er zijn echt gewoon meer mogelijkheden. Precies, ja, die zijn er echt. En dat wil ik graag laten zien. Wauw. Zijn er misschien nog dingen die je nog zou willen doen later? Waar je iets wat nu nog niet op je pad is gekomen, maar wat je wel heel vet lijkt om ooit te gaan doen? Ja, zeker. Nou, wat één ding is wat ik echt heel graag zou willen doen, mm-hmm. is in een theater staan. Oeh. En dan om te beginnen in de stoep, denk ik, in Spijkenisse. Nee, ik kom oorspronkelijk uit Spijkenisse, ja. Daar woonde ik vroeger. En ja, ik ben daar pas geweest bij een show van Charlotte Labé. Ja. Wat ook ging over het brein en ook over gedeelte over gezondheid. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dit lijkt me wel echt heel gaaf als ik hier ook ooit mag staan. Om hier mijn verhaal te delen. Ja. Om nog grotere groep mensen te inspireren. Mm-hmm. Social media doe ik dat natuurlijk ook al wel. Ja. Ik heb best al wel wat volgers. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg leuk om de mensen aan te kunnen kijken. Ja, en om ze echt te zien. Ja, en om echt dat gesprek aan te kunnen gaan met de mensen. Dus ik hoop echt dat dat mijn volgende stap wordt om in een theatershow mijn verhaal te mogen delen en anderen te kunnen inspireren op het gebied van ja, hun fysieke en mentale gezondheid. Wauw. Nou, we hebben het nu al gehad over hoe je hier bent gekomen, wat je nu doet, wat je later zou willen. Zijn er nog andere dingen waar we het nog niet over hebben gehad, wat je nog graag zou willen vertellen? Nou, wat voor mij ook wel heel erg leuk is en wat eigenlijk een soort van bijkomst is, maar wat ik ook wel echt zelf gecreëerd heb, denk ja? ik. Is dat doordat ik dus echt wel me vooral richt op het online werken, mm-hmm. dat ik ook een hele grote passie heb voor reizen. Oh, ja. Wow. En wat ik dus eigenlijk hoop te gaan creëren de aankomende periode, is dat ik dus ook op afstand mijn werk kan doen. Mm-hmm. Dus dat ik in de tussentijd heel veel van de wereld kan zien. Ja. Dat ik ook kan kijken van hoe doen mensen dat nou in andere landen. Oh ja, dat ook inspiratie opdoen naar nieuwe methodes eventueel. Ja, zeker. Ja. Want weet je hebt hele mooie, vanuit het Chinese bijvoorbeeld, of het Hindoeïsme, mm-hmm. waar ze met allemaal mooie kruiden, planten, extracten, tincturen, mensen op echt een natuurlijke wijze beter maken. Mm-hmm. En daar ligt mijn interesse ook wel heel erg. Om te kijken, hoe ze dat nou doen, waarmee ze dat doen. Je hebt allemaal verschillende soorten behandelingen tegenwoordig. Mm-hmm. Vooral ook in het alternatieve. En denk dan bijvoorbeeld aan ademhalingssessies, mm-hmm. aan hypnose bijvoorbeeld. Oh. Ja, er zijn echt heel veel bijzondere dingen tegenwoordig te vinden. Mm-hmm. En ik zou me daar wel meer in willen verdiepen, maar dan ook echt wel naar de bron willen. Dus echt naar het land van herkomst kijken, hoe doen ze dat hier nou? Om ook dat weer te kunnen integreren in hetgeen wat ik uiteindelijk voor de mensen kan aanbieden. Wow, ik denk dat dat wel een hele verrijking zou zijn op inderdaad jouw kunsten en wat je allemaal kan bieden aan de mensen. Ja. En ondertussen ben je dan zelf ook weer bezig om nieuwe dingen voor jezelf te leren. En ook gelijk misschien wat rustmomentjes als je ook gaat reizen en zulke dingen. Ja, ik weet je, dat is inderdaad wel wat ik hoop te creëren. Mm-hmm. Daarnaast wat ik ook heel graag wil doen is anderen inspireren om hun droom achterna te gaan. Ja. En het is mijn droom om te reizen en tegelijkertijd te werken. En dan ook nog anderen beter te kunnen maken, dus gezonder te kunnen maken. Ja. En ik hoop dat als anderen zien dat ik mijn droom leef, dat ze dan inzien dat ze zelf ook hun droom kunnen gaan leven. Ja. En er ook in eerste instantie al over gaan nadenken van wat is nou eenmaal mijn droom? Wauw. Dat hoop ik ook daarmee te kunnen creëren. Klinkt allemaal echt heel mooi. Ik ben heel benieuwd wat we allemaal van jou gaan zien de aankomende jaren. Ik ben ook benieuwd. Excited. Heel erg bedankt dat je hier vandaag met ons wilde zijn. Ja. En ik wens je nog altijd goeds toe. Dank je wel voor het interview. Ik vond het echt heel leuk. En heel graag gedaan. Ik deel het graag. Fijn.